Vandaag is het regenachtig, dat kan ook goed zien aan het grachtenwater achter ons, want we staan hier in Serenberg bij het kasteel. En ik hoop dat ik vandaag ook voor het les even de paraplu bij de hand moet halen. Want het is nogal regenachtig een groot deel van de dag, kun je wel zeggen, vooral in het oosten van het land. Want het duurde nogal voordat het eindelijk wat opklaarde. In het westen van het land viel dat allemaal wel met en ook in het westelijk deel van de provincie, daar werd het in de middag al droog. Temperaturen in de bij die waren 7 tot 8 graden en de wind die was zwak tot hooguit, matiguit, westuit, later ook noordwestelijke richting, maar daar was de storing voorbij. Er zijn verschillende foto's opgestuurd, maar ik laat er vandaag ook maar één zien, anders worden jullie nog een beetje deperie, want het is ook weer gries en grauw. Je kunt wel zien op de foto, de berg zit aardig vol water en dat geeft wel veel goeds voor de komende tijd. Want de kaarten die zijn voor de komende tijd wel geschud en het griezen weer zijn we voorlopig kwijt. Vanavond hebben we al een paar opklaringen en komende nacht ook mee te maken, maar het zult het nog niet veel zijn. Dat zullen ze alleen in het westelijk deel van de provincie rekening mee kunnen houden, want meer naar het oosten toe zal de bewolking nog de overhand hebben. En de temperaturen daarbij komende nacht 3 graden. Op de koudste plekjes, dat is zo rond Zutphen. En 4 graden wordt wat meer bewolking is. Dat zal dan rond Doetinchem en ook Winterswijk zijn. Ja, morgen dan is er ook heel veel bewolking. We zitten tussen een paar storingen in. Noordelijk van onze omgeving, daar valt ook regen. En ook zuidelijk wat. En we zitten er een beetje tussenin. We houden terug, maar de bewolking heeft dan wel de overhand. Temperaturen die erbij horen, die zitten zo rond de 7 graden in de middag. Voor de komende tijd ben de kaarten geschud. Het griezenweer is voorbij. En het werd toch langzamerhand kolder. Er komt een krachtig hoge drukgebied boven Scandinavië. En die zorgt er ook voor dat we met een oostelijke stroming te maken kregen. In de nacht naar de vrijdag merken we dat al. Dan wordt het langzamerhand wat kolder. Temperaturen liggen dan zo rond het vriespunt of net iets eronder. En vrijdag overdag dan wordt het maar plus 1 à plus 2 graden dus. De zon die komt er ook weer wat vaker bij. Vrijdag is het nog mondjesmaat, maar richting het weekend zal het allemaal wat beter gaan. Maar hoe meer zon, hoe meer opklaring, hoe kouder het s'nachts gaat worden. En dan hebben we ook temperaturen van min 2 op de zaterdag tot min 4 graden al in de nacht naar de zondag toe. Overdag blijft het dan zondag ook al bijna onder het vriespunt, dus misschien ook al de eerste ijsdag. Nou, en volgende week, wie gaat gewoon door met het koude weer of het helemaal matig het vriezen, dat is nog eventjes afwachten, maar je kunt wel elke dag vorst verwachten. Dus de paraplu kan weg en de wollenbox kan aan. Goed gaan, tot morgen.